Dat zijn deze voor de buikspieren. Op. Op. Yes. Een korte uitleg en de sporters kunnen zelf aan de slag. Door de avondklok worden de bokslessen overdag of vroeg op de avond gegeven om te zorgen dat iedereen voor 9 uur thuis is. De Utrechtse Bokschool zet alles op alles om te zorgen dat iedereen kan blijven sporten. We hebben ontzettend veel moeten aanpassen, maar dat is eigenlijk altijd goed gegaan. Als sportaanbieder moet je ook flexibel zijn en digitale lessen aanbieden online. Of workouts gewoon sturen naar mensen dat ze zelf thuis kunnen doen. Dus er zijn genoeg oplossingen te bedenken. Ook het lesrooster van sporten voor je deur wordt omgegooid. De planning houdt rekening met thuiswerkers die normaal de avonduren gebruiken om te sporten. Lekker smeren tijdens het thuiswerken. We doen soms een oude kindtraining online om ook met de kinderen wat te doen. We hebben yoga tussendoor, yoga flow, ook overdag. Dus dat is ook belangrijk voor de mensen die thuiswerken, dat ze ook overdag kunnen bewegen. Avondklok of niet, deze sporters zoeken wel een manier om door te gaan. Nou, dat is het enige uitje van de dag eigenlijk. En nog steeds een moment waarop ik mensen kan ontmoeten. Het is echt fijn om even naar buiten te gaan en mensen te zien en lekker te bewegen, zodat ik het idee heb dat ik nog een beetje fit en gezond blijf.